Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Marlie Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie en voormalig denker des vaderlands. Dirk Duizer, bankier in rusten, maar niet rustig. En Mark Wildschut, filosoof, vertaler en gestalttherapeut. En wij gaan het hebben over het recent verschenen boek bij De Nieuwe Wereld, Het Liefdesbegrip bij Augustinus, dat door Mark is vertaald en waar Marlie een mooie inleiding bij heeft verzorgd en dat mede mogelijk is gemaakt door Dirk. Welkom. Goed. Het liefdesbegrip bij Augustinus. Ik wil beginnen met jullie welnemen met het lezen van een eerste deel van het voorwoord geschreven door Marlie. En dat vond ik namelijk heel mooi. Wat brengt een jonge, niet-religieuze vrouw uit een Duits-Joodse familie ertoe om een proefschrift te schrijven over de christelijke filosoof Aurelius Augustinus? Zij deed dat eind jaren 20 van de vorige eeuw in een tijd dat de Weimarrepubliek, het eerste Duitse democratische experiment, ten einde liep en het nationaal socialisme opkwam. Wat brengt een Nederlandse man een kleine 100 jaar later ertoe om bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dit proefschrift te laten vertalen en het u, de lezer, als geschenk aan te bieden? Ook hij doet dat in een overgangstijd, waarin de periode zonder bloedige of koude oorlogen ten einde loopt en we ons bezorgd afvragen hoe het met de wereld en haar bewoners verder moet. Het kan zijn dat de jonge vrouw en de oude man uit liefde voor de filosofie handelen, of uit liefde voor de mens, de abstracte mens van de mensenrechten, uit liefde voor de wereld misschien, waarin mensen samenleven en boeken lezen, of wie weet, uit liefde voor God. Of is het uit naaste liefde dat zij ons Augustinus liefdesbegrip schenken. Het blijft gissen naar hun motieven, maar het maakt het geschenk niet minder bijzonder. Ja, mooi geschreven, Marlie. Ook dank nogmaals dat jij bereid was om een inleiding te verzorgen bij deze vertaling. En ja, deze man met op pensioengerechtigde leeftijd, Dirk Duizer, heeft mede de uitgave van dit boek mogelijk gemaakt. En Mark heeft het vertaald. En wij geven het uit. En daar zijn we heel blij mee. Ik wil beginnen bij jou, Dirk. We hebben Marlie al even aan het woord gelaten. maar ik wil beginnen bij jou. Wat heeft jou ertoe gebracht om dit bij je afscheid ook uit te brengen? Ja, ik zat in de top van de bank, van de Rabobank. En had dan natuurlijk de cultuur van de Rabobank meegemaakt in die moeilijke tijd na 2008, de financiële crisis. En dan zag je die bankiers allemaal zoeken naar, ja, zijn wij nou een nutsbedrijf of zijn we dat nou niet? In welke relatie staan we nou tot de samenleving? In een hele arrogante setting. Mensen die veel willen verdienen, die altijd willen groeien, die zichzelf het beste vinden. En ja, dan ga je weg bij zo'n bank en denk je, ja, kan ik nog wat achterlaten? Dat vroeg ik me een jaar van tevoren af. En denk van, ja, wat zou ik nou kunnen doen? En in het jaar 2020 overleden mijn vader en moeder. En in de kast van mijn vader vond ik toen de Confessiones van Augustinus. En dat heeft mij aanleiding geweest om verder te verdiepen in Augustinus. Eigenlijk zo'n beetje alles te lezen wat er over Augustinus was. Ook al zijn 600 preken. En vond ik heel, heel interessant, omdat Augustinus ogenschijnlijk als kerkvader ver afstond van de samenleving, leek het wel, maar daar toch middenin was, zeg maar. En in al zijn preken met name, de relatie heel erg legt tussen God en de hemel, maar ook de aardse werkelijkheid. En toen stuitte ik ineens op een Duits boek, wat ik op internet vond, van eigenlijk van Hannah Arendt. En dat vond ik ingewikkeld te lezen in het Duits, met heel veel Latijn. En toen denk ik van, ja, het zou wel heel mooi zijn om juist dat boek eens aan te bieden aan de mensen van de Rabobank. Want je moet eigenlijk bij zo'n vertrek van je nooit praten over
ja, over de verleden of de toekomst van de bankaire sector. Dat weten ze allemaal zelf wel. Dus misschien moet je over iets anders eens hebben. Ook niet meer. Nou ja, dat is ook wel ingewikkeld. Dus ik vond het interessant om juist iets mee te geven van... wat is nou je cultuur, wat is nou je gedrag en de humaniteit die Augustinus, die Hannah Arendt brengt. Dat zou die Rabobank en die topbankiers heel goed kunnen gebruiken, dacht ik toen bij mezelf. En misschien zou dit een hint zijn om eens opnieuw naar je eigen leven te kijken. Ja, ja, en, je hebt ze dit ook aangeboden. Hè? Ja. Hoe hebben ze het in ontvangst genomen? Nou, ze vonden het heel interessant, want leuk. Uit de nadere reacties bleek dat aangeboden allemaal met een briefje erbij. Van, ja. Als jullie er nog eens over na willen denken, kom rustig bij mij langs en dan praten we er nog eens over. Dat doen er heel veel. En het lezen vindt men toch wel heel ingewikkeld. Want bankiers zijn natuurlijk hele pragmatische mensen. En die zijn helemaal niet filosofisch geschoold en vinden dit eigenlijk wel heel ver van hun bed. Ja, ze zijn meer van het tellen dan van het vertellen. Ja, zeker. Zo gezegd. Ja. Was dit jouw eerste kennismaking ook in 2020 met Augustinus? Ja, ik had er wel wat van gelezen, maar ik ben nu echt veel meer gaan lezen. Ja. Augustinus, en dat vond ik heel interessant. Ja, nou, je bent ook een oud student van onze opleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur. Daar zijn wij natuurlijk ook heel blij mee. Je was een van de ouderen. Over het algemeen zijn het jonge mensen die dat studeren. Ik vond het heel bijzonder dat jij daar ook bij zat. En tijdens die studie ben jij onder andere bij mijn vak ook wel met Arendt in contact gekomen. Nou, dit is Arendt en Augustinus gepaard, om het zo maar te noemen. Arendt kiest toch wel duidelijk voor een ander spoor dan Augustinus. Tegelijkertijd vond ik het zelf bij lezing, ook van deze tekst, ook wel opvallend. En dan kom ik bij jou, Marlie. Ja, dat je wel inderdaad die motieven van haar latere werk toch ergens al terugvindt, hè? Ja. In deze tekst. Dat is ook wel heel mooi om te lezen. Ja. Ook de discussie met Heidegger, daar zal ik zo dadelijk met Mark nog over hebben. Echt mag ik nog heel even op wat jij net zegt? Heel even op het geschenk. Want dat wil ik toch eventjes neerzetten. Want het is een liefdesgeschenk dit, hè? Ik vind het is een liefdesboek, het is een liefdesbegrip. En ja, dat wil ik toch ook even aan jou geven. Ik ben daar enorm van onder de indruk geweest, dat jij dit zo wil doen. En ik wil ook wel even zeggen dat er natuurlijk... Het heeft mij pijn gedaan dat woord voor mijn moeder, dat er niet in staat. Hè? Ik ben er pas gisteren achtergekomen dat dat alleen in een... Dat niet in alle drukken heeft gestaan, maar alleen maar in een bepaalde proefdruk heeft, alleen maar voor mijn moeder. Maar je zegt net, mijn moeder was net overleden en je vond dat boek. En je, dus ook het enige, niet kritiek, want je hebt nooit kritiek op me gehad, maar dat je zei van, dat vind ik wel jammer dat er niet in staat. Dus als dit herdrukt wordt, moet dat er absoluut in komen. Dit is een liefdesgeschenk. Ja. 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 Heel mooi, Mark, jij onderbreekt mij abrupt, maar waar het hart van vol is. Daar loopt de mond van over, dus mooi dat je dit eerbetoon even aan Dirk geeft. Ik wil toch wel een beetje de regie in hand houden, dus ik ga weer terug naar mijn vraag aan Marlie. Waarmee ik bezig was, dus Arendt speelt ook een rol in onze opleiding. En het mooie vind ik aan deze tekst dat je echt al in de kiem aan motieven van haar denken aantreft. Jij bent een groot Arendt liefhebber. Het keert ook regelmatig terug in je eigen werk. Je kende natuurlijk de tekst ook. Was het bij jou bij herlezing, wat is jou het meest opgevallen? En kun je eens kort schetsen, waar gaat deze verhandeling nou eigenlijk over? Ja, ik had het proefschrift van haar Engelstalig gelezen. Okay. En daar zie je meteen al de ingewikkeldheid, want ze heeft dit proefschrift in 1929 afgerond. Vervolgens heeft ze dat meegenomen op haar vlucht uit Duitsland en dus mee naar Amerika. En toen is het in de jaren 60 is het door iemand vertaald en vervolgens is ze daar allemaal aantekeningen bij gaan maken. Natuurlijk vanuit haar denken van dat moment. Ja. En dan zie je dus dat er versie op versie is, waar het al heel lastig is om precies te bedenken van wat was nou haar proefschrift en wat is nou haar latere boek. Oh, dat is grappig. Ja, en dan zie je,
En kijk, voor mij was dat proefschrift, en je ziet dat bij heel veel filosofen die veel met Arendt doen, was nou niet het werk waar ik heel vaak naar verwees. Nee. Omdat het is niet zo makkelijk te lezen. Je moet eigenlijk best wel wat van Augustinus weten om het goed te kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd zitten hier wel alle kiemen in van haar later werk. Dus het is juist ook heel fascinerend. En dus inderdaad, heel veel dank, Dirk, dat je dit hebt gedaan. Want voor de Nederlandse filosofie is dit echt een sieraad dat dit gedaan is. Want je kunt er zo ongelooflijk veel in vinden. En dan gaat het met name over... kijk, de leidende vraag is eigenlijk, wat is die naaste liefde bij Augustinus? En als je eerst van God moet houden, voordat je van de naaste mag houden, ja, wat betekent dan eigenlijk die naaste liefde nog? En ga je dan niet veel te ver van de wereld af? En bij Arendt zie je dat die liefde voor de wereld, de amor mundi, dat is zeg maar de basis van haar filosofie. En in die wereld heb je hele directe contacten met mensen. Dan ben je onderdeel van een netwerk aan menselijke relaties. En van daaruit bouwt ze haar politieke filosofie op, haar hele visie, wat het is om tussen mensen te zijn. En dat is eigenlijk tegengesteld aan wat Augustinus doet. Waarbij je steeds via God pas die naaste gaat liefhebben. En waar je eigenlijk ook al het beginpunt ziet van de mensenrechten. Elk mens is gelijk voor God. En binnen de mensenrechten is elk mens gelijk. En dat verhoudt zich heel moeizaam tot die onmiddellijke liefde of die onmiddellijke contact met de ander, waar je op elkaar aangewezen bent. En die tegenstelling, die zie je gewoon in dit proefschrift, zie je die geleidelijk aan al ontstaan. En ja, dat is waarom ik dit proefschrift zo mooi vindt. Ja, ja, wat ook bijzonder is, en wanneer je natuurlijk de christelijke theologie enigszins begrijpt, dan is het ook weer niet zo eigenaardig dat voor haar die liefde een soort ontologische grondcategorie wordt. Hè? Ja. En nu kun je zeggen, nou, tot op zekere hoogte zie je dat in het Griekse denken ook wel. Denk aan het belang van Eros of Philia bij Aristoteles. Niet alleen in de sfeer van de intermenselijke relatie, maar zelf in relatie tot de onbewogen beweger. Tegelijkertijd zet ze, denk ik niet toevallig, dit zo in haar werk. Om hem ook ten opzichte van, misschien wel Heidegger, een ander soortig discours ook te openen. Hoe heb jij dat ervaren, Mark? Je hebt Simon Zeit vertaald. Daar heb je volgens mij 10 jaar over gedaan. Hè? Dat is een hele... met onderbreking. Daarna heb je heel veel vertaald. Ja, ja. Maar dat was wel jouw begin als vertaler. Je vertaalt nu Augustinus. Ja. Voor mij viel op hoe allerlei Heideggeriaanse noties terugkeren. Hoe zij kennelijk zelf ook het gesprek met Heidegger voert, lijkt het wel, via Augustinus. Ze hebben natuurlijk ook een relatie gehad in de tussentijd. Dus dat speelt ook nog er doorheen. Ja. Tegelijkertijd tilt ze dat natuurlijk echt ook wel op een filosofisch niveau. Maar hoe was voor jou die tekst ook precies in relatie tot... Nou ja, jouw beginwerk als vertaler. Ja, nou ja, is misschien al wel even... Ik heb dit ook vertaald ooit. Hannah Arendt's de briefwisseling tussen Arendt en dingen. Dus ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat Arendt en Heidegger echt een relatie hebben. Soms denk je even in 526. Nee, dat heeft gewoon van 25 tot 29 geduurd. Dus precies in de periode dat ze dit boek schreven, heeft ze een liefdesrelatie met hem gehad, heel intensief. Ze zegt zelf later van, dat is voor haar, is ze daarna zomaar met iemand getrouwd, van wie ze helemaal niet hield. Dus dat was een soort vlucht uit deze liefde. Is heel intensief, is eigenlijk het hele leven gebleven. Want als ze hem in 50 weer tegenkomt, is ze weer helemaal gek van hem eigenlijk en van zijn filosofie. In 1960, als Vita Activa in Duitsland verschijnt, schrijft ze, staat ook hierin, een briefje aan Heidegger. Ik wou dat ik het aan jou had mogen opnemen.
dragen. Want dit boek, haar hoofdwerk notabene, stamt uit Freiburg. Ik heb alles aan jou te danken, schrijft ze in 1960, notabene, moet je voorstellen. Dat het niet aan hem kon worden opgedragen heeft met die toestanden met zijn vrouw te maken. En later, vanaf zeg maar 68, is het ook weer vrij, hebben ze ook weer een hele intensieve briefwisseling. Dus dat gaat over dat hele leven heen. Ik denk, nou goed, dan doe ik terug. Als ik die tekst lees en inderdaad met mijn sinusoïde achtergrond, dan is het zo van Heidegger doortrokken dit. Ja. Op alle vlakken eigenlijk. Zowel in ik zal maar zeggen, de bewogenheid die ze natuurlijk van Heidegger geleerd heeft. Van hoe ga je met de geschiedenis om? Hè? Ja. Hoe ga je met een denker om? Niet zo van, ja, Augustinus heeft dit gezegd en dat. Nee, zo'n denker wordt opgenomen, tot leven gewekt. Ja. Ze gaat er eigenlijk in. Wat kan dat ons nu nog vertellen? En dat wordt vertaald. En dat wordt, dus dat is het eerste. Het tweede is gewoon het taalgebruik. Het is zo, dat hele, het is een beetje een moeilijk begrip, maar wat bij Heidegger, die formale Anzeige, die formele aanwijzingen wordt, dat zijn al die gekke woordjes van von Voraus, Voraufhin, dat soort begrippen, die zijn ontzettend belangrijk, omdat ze Voromwielen. Voromwielen, dat klinkt heel technisch, maar daarmee breekt ze eigenlijk, daarmee vult ze bijvoorbeeld een transcendentse dimensie van God, vult ze eigenlijk wel niet in, maar breekt ze open. Dat doet Heidegger natuurlijk ook. Dus dat valt me heel erg op, het taalgebruik, maar ook de hele beweging van het boek, de hele beweging van die ik ook echt wel heel erg Heideggeriaans vind. Van de dood, teruggeworpen worden op de dood naar iets voor het begin van het leven, om dan vervolgens terug te keren bij de wereld. Hè? Dus dat is de hele structuur van de zorg in Sinusoïde. Dat zit helemaal in dit boek. Tegelijkertijd, ik heb natuurlijk destijds mijn proefschrift, De Verwaarlozing van het Zijnde, interessant, als je dan de titel over uniciteit gesproken, geschreven, mede in een soort kritisch gesprek met Heidegger. Dus ik kwam heel veel noties ook tegen die bij haar ook in die Augustinus-interpretatie zitten, die ik herkende en voor een deel zelfs overlappen met wat ik zelf probeerde destijds. Want je zoekt natuurlijk ook je eigen stem in zo'n gesprek. En wellicht komen we er dadelijk nog op. Maar een van mijn kritiekpunten destijds, dat die notie van liefde eigenlijk bij Heidegger volledig ontbreekt. Ja. Zou het zijn? En dat zij hem juist tot zwaartepunt. Dus dat lijkt bijna, het is namelijk geen simpele Heidegger tekst. Het is haar eigen stem. Nee, helemaal niet. Nee, maar het gaat om de structuur. Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee. Haar eigen stem. Hè. Dat komt er klinkt er zo in door. En ook in de keuze, denk ik. En misschien zelfs wel in hoe hun relatie geëindigd is. Hè. Dat de een kiest voor het zijn en de ander voor de liefde, om het zo maar te noemen. Maar Voor de zijnden, inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is een ander gesprek. Toch naar jou, Dirk. Want jij komt vanuit je christelijke achtergrond bij Arendt uit. Marlies zei er al wat over. Op een bepaalde manier zie je bij Arendt natuurlijk ook in deze tekst, het is een soort dubbele verhouding tot die christelijke theologie. Voor jou is denk ik juist, laten we zeggen, de amor dei toch ook een cruciale notie. Hoe lees jij zeg maar, haar onderneming? Ik heb het heel interessant gevonden om te kijken hoe zij dat beleeft en beschrijft. Ik vroeg mij af of zij de preken van Augustinus wel gelezen had. Maar meer de brieven en de boeken gelezen heeft. Als jonge student zeg ik dat maar even. Ja, ja. Die preken zijn ook pas later veel makkelijker toegankelijk geworden. En in die preken zoekt Augustinus voortdurend de praktijk van het leven van de mensen op. Wat in een preek vaak gebeurt natuurlijk. Ja. En al zijn boeken en al zijn dogma's en al zijn toetst hij voortdurend zeg maar, in zijn gemeente. Nou, dan heeft hij bijvoorbeeld God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ja. En dan zegt hij van, ja, of jullie God liefhebben kan ik eigenlijk niet zien, maar wel hoe je met de naaste omgaat. En als dat niet deugt, zal het eerst ook wel niet deugen. Dus
Dus hij koppelt dat veel meer aan elkaar, zeg maar, die twee werelden. Dan je in eerste instantie zou zeggen, of dan misschien wel Hanna gezien heeft. Dus ook als hij praat over geboorte, mm-hmm, en nataliteit, dan zie je dat ineens later wel allemaal terugkomen. Dat opnieuw beginnen is bij hem ook wedergeboorte. Mm. Dus ook bij het doopsel komt de wedergeboorte. Dus een mens kan voortdurend opnieuw beginnen, ja, in zijn leven. Maar moet zich dan wel gedragen. Dus, en dat maakt hij heel praktisch. Slavenhandelaars gooit hij eruit, zeg maar. Mm. In onze tijd bijzonder, in het jaar 400 na Christus, zeg maar. Mensen die slecht omgaan met hun vrouwen, die spreekt hij allemaal aan op die nataliteit. Je moet opnieuw beginnen. Dat kan, maar dan moet je het wel doen. Verantwoordelijkheid hoort erbij. Dat vond ik interessant in zijn preken steeds, zeg maar. Dat zag je in zijn boeken minder en in zijn brieven minder. Nee, dat is dus dan... Ja. Nou, kijk, ik zou zeggen, bij Augustinus is dat, en ik denk ook in de preken, hoewel ik die zelf niet goed ken, is dat toch steeds iets wat via God of via de christelijke geboden gaat. Kijk, wat er gebeurt bij Augustinus, en dat kun je niet zo goed in dit boek lezen, maar bijvoorbeeld wel in het werk van Foucault, De bekentenissen van het vlees, waar het laatste deel ook helemaal over Augustinus gaat, is dat die mens, die keert zich naar zichzelf. De vraag die centraal staat bij Augustinus is de vraag questio mihi factus sum. Ik ben mezelf een vraag. En dat betekent dat er door Augustinus, maar eigenlijk sowieso door die christelijke kerkvaders, wordt er een innerlijk gemaakt, zou ik zeggen, waar de mens over zichzelf nadenkt en bedenkt van hoe verhoud ik mij tot mijzelf en daarmee hoe verhoud ik mij tot God. En in dat nadenken over jezelf en ook het onderzoeken van het kwaad wat in jezelf schuilt en dat liefst ook verloochenen en achter je laten, krijg je toegang tot God. En die naaste wordt vervolgens iemand die waar je vanuit God naar kijkt. En dan is het die naaste is ook een gelovige, iemand die gelijk is aan jou, ten overstaan van God. En daar ontwikkelt Augustinus, of sowieso de hele christelijke kerk als institutie die op dat moment ontstaat, ontwikkelt een enorm repertoire aan codes voor hoe wij als mensen ons dan tot elkaar horen te verhouden. En dat, zou ik zeggen, staat lijnrecht tegenover wat Hannah Arendt eigenlijk wil of wil laten zien, is dat er in het menselijke verkeer allerlei vormen van liefde zijn, betrokken op elkaar zijn, die helemaal niet vereisen dat er zo'n code boven je is of zo'n God boven je is. Ik zou bijna met Beatrice Ritsma, die helaas overleden is, maar hier ook geïnterviewd is, zeggen van elke situatie geeft als vanzelf aan hoe wij ons tot elkaar verhouden. Wat goed is, wat vriendelijk is, wat aardig is. Daar hebben wij helemaal niet een grote Bijbel of allerlei richtlijnen voor nodig die door het christelijke geloof zijn gefundeerd om te ervaren hoe je je tot de ander verhoudt. En daar zit voor mij het grote verschil tussen Arendt en Augustinus in. Ja, we raken natuurlijk wel inderdaad ook aan de kern van de problematiek, hè, waar zij mee worstelt ook in dit boek. En op een bepaalde manier speelt denk ik iets vergelijkbaars bij, zij het op een heel andere manier en langs een andere invalshoek, maar bij Kant, wanneer die dat onderscheid maakt tussen neiging en achting. Ja. Eens even de, ja. Omdat die bij Kant is eigenlijk alle toevallige betrokkenheid op die ander, is er een die meekomt met de zinnlichkeit, de sfeer van de neiging, en daar zit een zelfzuchtig moment in. Hè? En hij zegt, ja, die achting voor de ander als persoon is er eigenlijk één waarin je ook maar in jezelf een soort afstand neemt tot de, wat hij dan noemt, de zelfzucht. Ik denk dat... Kant is natuurlijk ook duidelijk pietistisch-christelijk geïnspireerd.
Maar het stelt me wel voor de vraag, en ik ben benieuwd hoe nou Mark en Dirk daar dan ook weer in reactie op Marley naar kijken. Kijk, die zelfverloochening, dat is denk ik ook een thema natuurlijk bij Augustinus, wat zij oppakte, in de toewijding aan God. En nou kan je zeggen, ja, wie, wat Christus op een gegeven moment zegt, wie dat eens met naasten gedaan heeft, heeft het mij gedaan. En jij lijkt eigenlijk te benadrukken van, ja, ik zie die zelfverloochening, zeg maar, in de betrekkingen die je hebt in die wereld. En daaruit spreekt eigenlijk, dus ik draai hem even om, hè, daaruit spreekt eigenlijk die transcendente beweging, die overstijgende beweging. Zoals dat bij Kant eigenlijk in die achting gebeurt. Hè, want zo interpreteert eigenlijk Kant de naaste liefde. Hè. Dat is ook het grote gebod, hè, het eerste grote gebod. En het tweede daaraan gelijk, moet zeggen. Heb je naaste lief als jezelf. Die dus. En voor mij blijft het wel de vraag. Nou goed, misschien dat Mark en Dirk het op kunnen nemen. Van, ja, als je dus toch naar dat transcenderen, wat zij ook inbrengt, hè, dus tot die overstijging. Kun je niet met Marley zeggen, ja, maar waar hebben we dat voor nodig? We blijven gewoon in die unieke relatie tot deze mens. Ja, kijk, het eerste is dat ik zie wel die kritiek op Augustinus, die, zoals jij dat zegt. Ik vind dat je het te scherp neerzet, omdat voor mij alleen al simpelweg, hoe kan Augustinus dan tot het eind toe haar vriend en beschermer blijven? Altijd bij haar, altijd in haar rug. Als ze zo volkomen iets anders doet, als jij benadrukt als Augustinus. Dat zou ik al bijna niet begrijpen. Okay, ja. En ik zie het ook niet in het boek. Ik zie het eerlijk gezegd niet. Ik zie dat, daarom van net even dat formale. Ik zie dat ze dat godsbegrip als het ware op een of andere manier wel loslaat. Maar van die beweging naartoe heeft ze nodig. Om die, want die gewone normale liefdesbetrekking, eigenlijk waar jij ook met Kant op duidt, dat is niet voldoende om, juist niet om het begrip naaste liefde te begrijpen. Naaste liefde is een steen des aanstoots. Naaste liefde is vanuit een gewone ethiek helemaal niet te begrijpen. Ik vraag me ook af wat er met de, misschien kan jij erop in, wat er met de naaste liefde gaat gebeuren zonder God. Dus eigenlijk wat er aan de hand is op dit moment. Mm-hmm. Hè? Ik had een interessant gesprek met Govert. Vond ik echt heel mooi. Govert Buijs. Ging eigenlijk over die Oekraïne-oorlog. En ik sprak hem erop aan. Hij zei, hoe zit dat nou eigenlijk met die christelijke achtergrond? Jij sprak hem erop aan. Ja, ik sprak hem erop aan, maar hij was er door geraakt. Hij zei van, ja, wat is er gebeurd met die vredesbeweging? Wat is er gebeurd met die christelijke positie in die oorlog? En hij heeft daar een heel stuk over geschreven. In de Volkskrant, of ik weet niet eens precies Trouw, waar. In Trouw. Ja. En hij komt dan een beetje terug op die vredesbeweging, precies vanuit die christelijke inspiratie, die misschien zelfs, dus misschien een beetje extreem, van heb je vijand lief, want dat is natuurlijk de steen des aanstoots van de naaste lief, misschien Poetin zelfs. En dat is zo weg aan het raken. Het is bijna... Op dat punt zie je dus Augustinus helemaal terugkomen. Ja. Meer dan uit zijn brieven en zijn stukken misschien wel. Maar kijk, op een gegeven moment heeft hij de Romeinen te hulp geroepen. Toen de kerk overvallen werd en door de donatisten en toen er van alles en nog wat gebeurde, priesters vermoord werden. Maar toen de Romeinen vervolgens die mensen oppakten om ze terecht te stellen, toen stuurden die allemaal brieven en zeiden, maar dat mag niet gebeuren. Laat ze dan maar liever vrij. Dus of even over houden van je naaste of houden van de vijand. Ja. Dat speelde bij hem precies hetzelfde. En in zijn preken zegt hij over de barmhartigheid. Eén vorm van barmhartigheid, zegt hij tegen mij, kunnen jullie allemaal doen. Namelijk vanuit je hart vergeven. Iedereen. Mm. Gelovig of niet gelovig, donatist of wat dan ook maar, of Romein of zus of zo. Vergeven kan iedereen. Doe dat alvast. Als hoef je ook niet het Onze Vader te bidden. Mm. Dus ik zie die scheidslijn niet zo heel erg bij haar. Of bij Augustinus. In haar boek zag ik het ook niet. Maar ik vond het wel interessant hoor, overigens die tweedeling die zij steeds oppakt.
Maar ik heb me ook een beetje verbaasd. Dat ik denk van, ik ken Hannah Arendt minder goed. Maar in haar laatste boeken schrijft ze altijd wel in positieve zin over Augustinus. Dus ik denk, dat moet toch. Zij moet zich toch niet heel erg geërgerd hebben aan hem. Ja, nou kijk, ik zou wel zeggen. Kijk, zij geeft een filosofische analyse van zijn teksten. En duidelijk niet religieus. En bovendien, zij pakt gewoon die elementen die ze interessant vindt. Dus alles wat niet bruikbaar is voor haar eigen denken, dat neemt ze gewoon niet mee. Dus in die zin is zij een iemand die, waarvan ik vind dat ze haar eigen denken en de wens, het verlangen om dat denken te verdiepen en zaken echt te snappen, wat is het zijn van de mens, dat ze dat voorop stelt en van daaruit ook dit boek schrijft. En dan, kijk, die liefde voor Augustinus, die komt er elke keer terug, maar die gaat steeds over dat initium. Ja. Hè? Dus dat de zin die Augustinus opschrijft, overigens niet in dit boek als ik het goed heb, maar voor het eerst zegt ze dat in haar boek over totalitarisme, The Origins of Totalitarianism. En hij zegt, opdat er een begin zij, is de mens gecreëerd. Initium est staat hier ook, hè? Staat in deze tekst. En dat is het begrip wat ze steeds meeneemt, waarmee ze bedoelt. Er was eigenlijk geen, je zou kunnen zeggen, kloktijd. Geen doorlopende tijd, zolang de mens er niet was. En op het moment dat die mens er komt, wordt er een begin gemaakt en gaat die tijd lopen. En dat is ook wat je in dit boek ziet, dat aan de oorsprong van de creatie van de mens, daar is duidelijk dat daarvoor stond de tijd eigenlijk stil, er een eeuwigheid. En ook nadat de mens verdwijnt, is het gewoon allemaal eeuwigheid. En dat is onderdeel van het zijn van de mens. En die is weliswaar, wordt hij geboren en gaat dood, dat is een tijdelijk iets. Maar die eeuwigheid, die zit daarachter. En dat idee van Augustinus, van dat er dus een begin ontstaat, dat de mens dus gecreëerd wordt opdat er een begin is, opdat er een tijdelijkheid ontstaat, dat idee vertaalt ze later naar haar concept van de nataliteit. Waarmee ze laat zien dat de geboortelijkheid van de mens belangrijker is dan de sterfelijkheid. En die geboortelijkheid is voor haar ook reden om te zeggen, ja, de mens kan elke keer opnieuw een begin maken. Dus hoe erg dingen misschien in de geschiedenis ook geweest zijn, wij kunnen op dit moment stilstaan en denken van, hey, zouden we het ook anders kunnen doen? Zouden we ook een nieuw begin kunnen maken? En dat idee ontleent ze echt aan haar vriend Augustinus, waar ze volgens mij noodgedwongen, toen ze promovendus was, een proefschrift over schreef. Want Augustinus was toen hartstikke populair. Ik geloof dat het 1500 jaar na zijn dood of na zijn geboorte, weet ik veel, was. En iedereen in Duitsland was met Augustinus bezig. Natuurlijk ook in een cultuur die protestant christelijk is. Dus ik denk niet dat het meer was van, nou, het ligt voor de hand om daar een proefschrift over te schrijven. Ze heeft hier ook, geloof ik, maar 1,5 jaar over gedaan. Dus het is echt een soort afstudeerwerk. En ik denk dat dat meer de reden was dat ze dit proefschrift schrijft en daar vervolgens iets uitgehaald heeft waar ze haar leven lang mee verder kon. Ik ga hem nog even anders oppakken, ook om dit thema wat verder uit te diepen. En dan gaan we daarna ook een stukje lezen. Maar ik word toch getriggerd door een paar dingen. Het eerste, heb u vijanden lief? Dat is een breuk met de antieke wereld. Absoluut. Dus het hele motief van wees zoet voor uw vrienden, philoi, en wees bitter voor uw vijanden. Dat was eigenlijk het archaïsche, Homerische levensideaal. Nu zegt Heidegger, en dat brengt maar een paar elementen in, dat de christelijke boodschap, dat daar tegelijkertijd elementen in zitten die kunnen bijdragen aan een wijsgerige antropologie, of nog fundamenteler, de hermeneutische ontologie. Dus Heidegger put zelf uit het christendom, en dat zie je ook heel duidelijk, dat is recentelijk ook onderzocht, en het verklaart ook de enorme belangstelling van
Heideggerianen, fenomenologen die ze nu voor Paulus hebben en de geschriften van Paulus. Je ziet dat op dit moment volop ook in de Franse receptie. Hè, van de, heel het idee van de wederkomst bijvoorbeeld. Hè, de ander soort tijdservaring die eigenlijk in dat christendom speelt. Die men dus ook, je zou kunnen zeggen, opneemt. Als een soort fundamentele bestaanservaring die in dat christendom ook is gearticuleerd. En je zou hem dus ook vanuit die kant kunnen inzetten, ook wat Arend betreft. Dat hele idee van die nataliteit, of die geboortelijkheid. Je hebt de mens als boreling, zeg je. Dus die geboortelijkheid, niet de sterfelijkheid, maar die geboortelijkheid. Dat nou juist een hele fundamentele ingang is tot de mens als een bezield wezen, of de mens als een geestelijk en bezield wezen, hoe je het maar wil noemen. Dat iets wat samenhangt met wie die ten diepste is en kan zijn. En dat precies die nataliteit eigenlijk gevonden wordt in dat christendom. Ik moet aan Hegel denken, wanneer jij dit aanhaalt, en hij heeft het ongetwijfeld bij Augustinus vandaan, dat Hegel zegt, ja, christendom is de religie waarbij je iedere dag de mogelijkheid hebt om opnieuw geboren te worden. Dat is de, dus... Vanuit het niks komt daar opeens Jezus. Nee, want bij Hegel is het vanuit de geest. Dus, dus vergeef ons onze zonden is eigenlijk loskomen. Maar ook degene, zoals wij vergeven onze schuldenaren, dus vergeven ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaar, is eigenlijk die dubbele beweging van eigenlijk uit de wrok, uit de haat, uit alles wat een mens vanuit het verleden mee kan slepen. En de vraag is dus, van, is zeg maar voor die houding, dus die nataliteit waar jij het over hebt. Dus aan de ene kant zou het kunnen zijn dat in het christendom, bijvoorbeeld verwoord door Augustinus, precies die dimensie van het mens zijn is gearticuleerd. Dat is het eerste. Maar het tweede is, en dan kom ik weer even terug op wat Marx zegt, zou het kunnen dat je zonder zo'n geestelijke oriëntatie ook precies die nataliteit kwijtraakt. Zeg ik, het gaat veel te veel, maar dat vermoed ik. Ik vind dat middenstuk is heel erg knap, omdat ze daar die beide posities van Augustinus, omdat jij zegt zelf, die christendom neemt afscheid van die oudheid, maar bij Augustinus loopt het door elkaar. Ja, hij speelt hem. Het heeft het allebei, dus hij heeft dat eeuwigheidsconcept, wat hij ook op God gaat plakken, en dat creatorbegrip als aanvang, als begin. Hè? Dus dat heeft hij allebei. Dus maar de Heidegger, in de 21... Ik zou zeggen, de mens is geboren. Hè? En dat is de plek van de tragedie. Ja, maar binnen die omvattende orde van het eeuwige. Dat is natuurlijk wat Heidegger ook in Augustine... Maar niet dat begin. Precies. Dat komt er dan in. Dus dan komt die tijdsdimensie erin. Dat zie je natuurlijk door het hele boek hier. Die tijdsdimensie, die fantastische stukken over de memoria, de herinnering als moeder van de muze. Want waar haal je je begin vandaan? Ja, zomaar even beginnen. Nee, dat moet ook steunen op die memoria. Het is toch op een bepaalde manier, is het ook terugkomen. Dat is die kracht. Ik heb nog nooit zo'n sterke tekst over de herinnering. Ik zat een beetje in Nietzsche. Weg met die herinneringen. Hè? Je hebt er alleen maar last van. Ik moet hier landen aan mijn emotie nadenken, hoor. Precies, maar dat is schitterend. Maar dat gaat dus terug tot voor de geboorte. Voor de geboorte is die herinnering bij hem zo sterk dat je iets van, en dat is natuurlijk ook vrij platoons, maar dat je iets je kan herinneren van jouw begin. En daar haal je het vandaan. Ja. En daar zit die creator. Kan je dat begin, dat is eigenlijk, kan je dat gewoon maar uit jezelf halen? Of wat is jezelf dan? Dirk. Ik sluit er wel een beetje bij aan, maar ik,
ik kom natuurlijk ook uit, ik kom uit een orthodoxere, zeg maar, ja, christelijke hoek, die, die dat opnieuw beginnen heel erg geproblematiseerd hebben. De afgelopen, in de nadere reformatie. Dus voor mij was het ook wel een beetje een opening, Augustinus, van ja, ja. Je kunt er ook heel anders naar kijken. Dat begin, dat opnieuw beginnen, dat is veel, dat ligt dichter bij je. Zo heb ik Augustinus gelezen. Oh, jij zat meer in de hoek waar de determinaties waren. Ja. Ja, ja. En niet zozeer de wedergeboorte. Nee. En die wedergeboorte is een verlossing, zeg maar. Ja. Zij koppelt daar heel, of hij koppelt daar heel makkelijk vergeving aan en genade aan. En ziet als de mens niet die vernieuwing steeds oppakt met verantwoordelijkheid, dan hoef je nou God ook niet te zoeken, want die is er dan niet voor je. Nee. En dat vond ik heel interessant. Dus die vernieuwing is eigenlijk die gratia van God. Zo heb ik hem gezien. Ja, uitgenade. Bij Augustinus. Uitgenade. Ja, dus voor jou is dat voor een deel ook laten we zeggen, een correctie op je eigen... Ja, zo heb ik hem gelezen. Ja. 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 In die zin vroeg ik me dus zelfs af van, heeft mijn vader de confessionen zelf wel eigenlijk gelezen? Ja. Dat hij in zijn kast stond. Ja. 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 Nou ja, het was natuurlijk wel een... ook Augustinus bij protestanten een populair denker. Best. Ja, dat stond bij ons thuis ook. Ja, maar bij Calvijn misschien wel de dogma's er allemaal uitgehaald heeft, maar de pastorale misschien wel te weinig gezien heeft. Hmm. Okay. Denk ik. Dat was ook al je reactie op Marley zo even. Ja. Marley, kun je hier iets mee met deze respons? Dus waar ligt nou eigenlijk dus de wortel voor die geboortelijkheid of die nataliteit? Vanuit de Griekse wereld zou je veel meer juist het tragische kunnen benadrukken. Het niet kunnen, opnieuw kunnen beginnen. Het miasma dat je aan blijft kleven. Ja, Arendt zegt natuurlijk zelf dat de hele westerse filosofie alleen maar zich richt op de sterfelijkheid. En helemaal geen aandacht heeft voor die nataliteit. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is niet helemaal waar, want bij Augustinus zie je dat hier wel. Ja, de wedergeboorte. Maar ik heb denk dan wel van, ja, zij heeft dat natuurlijk vertaald naar dat begrip nataliteit. En inderdaad, ik zou ook zeggen, een heel andere interpretatie aangegeven als die van dat je Gods genade krijgt en dan een nieuw begin kan maken. Ik denk echt dat zij dat veel ontologischer ziet. Van die nataliteit is de kern van hetgene wat wij als mensen zijn voor haar. Ja, je komt als mens, breng je eigenlijk dat nieuwe... ieder mens die ter wereld komt, brengt dat nieuwe begin. Ja, kijk, bij haar zijn... En daarom denk ik, maar kijk, het is altijd zo, hè, als filosoof. De interpretatie komt weer van jou. Ja. Dus natuurlijk doe ik weer dingen met Arendt waar ik zelf baat bij heb. Maar bij haar is echt, die naaste is geen abstracte naaste. En dat is ook waarom zij steeds ook, weet je, dan moeite heeft met die mensenrechten. En dat zie je ook in die Origin of Totalitarianism, dat ze dan zegt van ja, dan na de Eerste Wereldoorlog, dan zijn er helemaal geen goede mensenrechten voor minderheden. En dan ontstaan er allemaal nazistaten en die regelen het heel goed voor hun eigen burgers, maar niet voor de minderheden. Nou, wat bedenken ze dan in Europa? Dan maken ze minderhedenverdragen waar ze de mensenrechten voor minderheden... Maar ja, er is geen hond die rechten goed wil verdedigen. Dus daar heb je helemaal niks aan. Dat is een abstractum. Dat is een abstractum. En dat verzet tegen die abstracte naaste, dat proef ik ook in dit proefschrift. Waar eigenlijk die naaste is iemand die gelijk is aan God. En dat is niet die naaste waar jij gewoon helemaal los van God en gebod of wat dan ook mee te maken hebt in het dagelijks. Ja, nee, maar dat herken ik ook. En dat is ook altijd mijn... Zoals misschien zelfs voor een deel mijn worsteling met mijn eigen vader. Dat concept van naaste, dat eigenlijk te ongedifferentieerd blijft. Nou, kijk, ik ben zelf heel religieus opgevoed door ouders die streng protestant waren. Waarschijnlijk nog leefden aanvankelijk in het idee van, nou inderdaad, alles gaat via God. Zodanig dat op het moment dat ik ongelovig werd, konden ze niet meer van me houden. Maar het interessante is dat zij ondertussen in de jaren 70, ik denk onder invloed van Duitse gelovigen à la Bonhoeffer, en ik ken het gedachtegoed niet goed genoeg,
ging met name mijn vader zeggen... nee, die liefde voor God hoort eigenlijk de liefde voor de mens te zijn. En dus, ik ben nu, nadat ik dit heb gelezen, denk ik van... ja, misschien bedoelde die wel, à la Augustinus... van je houdt eigenlijk van God in die naaste... en je houdt van de naaste via God... terwijl ik het altijd interpreteerde als van... oh, maar hij bedoelt eigenlijk als je van die ander houdt, die tegenover jou zit... dan is dat een vorm van religie, van geloof in God. En ik weet niet of ik het onderscheid goed duidelijk maak... maar ik denk dus steeds meer van wat Arend bedoelt... en wat ik denk ik zelf ook steeds voelde in die gelovige gemeenschap waar ik in opgroeide... waar als je... afvallig was en niet meer van je werd gehouden, denk ik van wat zij laat zien is, het gaat echt om die liefde tussen mensen. Wat daar ontstaat en hoe je betrokken op elkaar bent. Hoe je daar opnieuw kan beginnen door te laten zien wie je bent, waar je staat, wat je naam is. Door met elkaar te spreken en samen een politiek te ontwikkelen. En dat is voor mij toch echt iets heel anders dan die liefde die ofwel... in de mensenrechten, ofwel via God abstract. Ja, kan het christendom die particulariteit bewaren, Dirk? Het specifieke, unieke van de mens. Ik snap die worsteling wel, hè? Want ik heb een soort gelijk achtergrond. Maar ik heb dus, Augustinus meer zijn verlossing gelezen. Die bidt in zijn preken... Voor allerlei misdadigers, omdat hij vindt dat je die mensen lief moet hebben. Maar die kent hij niet. Nee, maar hij benoemt ze wel. Hij benoemt de donatist, hij benoemt iedereen die... zijn abstracte naasten. Ja, maar ook wel mensen die gewoon zijn vrienden vermoord hadden. En daar komt het toch dichtbij, zeg maar. En de misdadigers die opgepakt hebben, die kent hij bij naam... en stuurt die brieven naartoe naar de Romeinen, laat ze vrij. Ja. Want dan heb ik liever dat ze mij nog een keer te grazen nemen... dan dat je ze doodt. Ja. En dat denk ik, daar had de SGP nog wat van kunnen leren, vond ik zelf. Zeg maar. Dus ik zag het wel. Maar goed, dat en daarbij aanvullen. Kijk, net zo goed als ik dan niet meer... Als jij zo, Arend, nogmaals zo afzet tegen Augustinus eigenlijk... dan snap ik niet waarom zij Augustinus vriend... maar ik snap ook niet waarom zij dat naaste liefde begrip zo... centraal stelt. Waarom dan niet mensenliefde of weet ik wat, hoe we met elkaar omgaan? Precies wat jij probeert. Zij begint met de naaste liefde. Dat is haar vraag. Maar en daar eindigt ze ook mee trouwens. In de human condition gaat het natuurlijk over liefde voor de mensen en liefde voor de wereld. Ja, dus maar hier gaat het over de naaste liefde. Ja. Dus waarom is dat, wat is daar fascinerend voor haar? Want dat is... Zij maakt het onderscheid tussen cupiditas en caritas. Ja. Vind je dat Marley eigenlijk te veel in de richting... Cupiditas. Allemaal cupiditas. Ja, dat is eigenlijk Nee. Kijk, nou wordt het interessant. Ik is misschien een klein zijspoortje, maar ik ben nou een hele gekke tekst aan het lezen van een Joodse filosoof. Vergeten, Constantin Brunner. Aan het vertalen ook. Aan het vertalen ben ik uit 1937, vlak voor zijn dood. Een hele merkwaardige tekst. Maar er komt een begrip in voor, en daar moet ik me nou toch even aan denken. Natum. Nou, dat is die nataliteit natuurlijk. Alleen is dat bij hem ongelooflijk negatief. Natum is alles wat egoïstisch is. Eigenlijk wat jij ook zegt van die neigingen. De neiging, alles voor zelfbehoud. Dat is een Kantiaanse zin. Kantiaanse zin, dus ja. daar komt hij ook voor een deel vandaan. Dus natum, dat koppelt hij overigens ook aan nationaal socialisme. Natum. Dus dat krijgt een hele andere klank in die dingen. En dat heeft dus te maken met dat egoïsme wat moet worden overwonnen. Daarvoor gebruikt hij dan het woord cultum. Cultuur, die wordt... En dat zie ik ook hier op een bepaalde manier. Maar de problematiek is helder. Dus die cupiditas is eigenlijk die, je zou kunnen zeggen, dus op het uitwendige gericht, op het tijdelijke gericht, op de particulariteit. Caritas heeft eigenlijk dus die christelijke naastliefde. En waarom benadrukt zij dan toch die naastenliefde? Wat die natum betreft, Hannah Arendt zegt in The Human Condition, de mens is
natum. Zijn natuur, de menselijke natuur, is natum. Je wordt geboren in een wereld te midden van allerlei mensen. Dat is je natum. En dat is dus veel bij haar helemaal niet negatief. Dat is juist dat je al geboren wordt in die wereld die door eerdere generaties is gemaakt, waar een taal gesproken wordt en daar word jij mens in. En haar... Kijk, zij gebruikt die twee begrippen. Hè? Dus je hebt een verlangen, een appetitus als mens. En dat is ofwel naar het wereldse, de cupiditas, ofwel naar God, de caritas. En, de naaste, de caritas. De naaste, maar dan wel via God. God, ja. Kijk, God in de naaste, eigenlijk. Ik zou zeggen, zij... verzet zich tegen de cupiditas. In de zin van als je alleen maar het materialisme najaagt, of datgene wat er nog niet is in die toekomst, dan word je een vreemd oppervlakkig wezen. Maar zou de aristotelische deugdethiek, ik vroeg me dat af, hè? Zou dat ook niet onder cupiditas vallen? Omdat het toch gericht is op dit leven, met deze mensen, met deze... en niet die notie van caritas heeft. Het is allemaal het eindige, het vergankelijke, het sterfelijke. Ik durf dat niet te zeggen. Hoe dat precies bij Arendt zit, dat durf ik. Ja, dus naar mijn gevoel heeft ze dus ook die discussie met die... laten we zeggen, met die Griekse ethiek, met die deugdethiek. En dat zelfs... Ja, maar zij is in discussie met van alles. Hè? Ja, maar goed, daar breng ik het in. Ze is ook in discussie met de Marxisten. De vraag is of je cupiditas niet dan te plat neemt. Hè? Dus alleen maar het wellustige leven. Of dat een veel bredere betekenis heeft. Nou kijk, als je de cupiditas ziet als de liefde voor het wereldse, voor de wereld. En dat vul je het niet in als het materialistische of het vluchtige, alleen maar gericht op eigen belang. Dan zou ik zeggen, zit Arendt sterk op die cupiditas kant. In de zin van dat ze heel graag wil dat je vanuit die liefde voor de wereld en de liefde voor... maar dan wel vanuit het heden en niet dus gericht op een nog niet. Maar heel erg aards, hier levend op de wereld. En proberen om daar de politiek en het sociale vorm te geven. Maar ik heb zowel Arendt als Augustinus allebei wel als een correctie gezien op het... heel sterk materialisme van zo'n bank, zeg maar. Ja, dat is... Dat is absoluut waar, ja. En dat was mijn invalshoek. Ja, ja, ja. Ja. Dat is een mooie samenvatting van... Zullen we Arendt eens even het woord geven? Want wij, in plaats van dat we onszelf willen horen... Wil jij me een stukje lezen, Marnie? Ja, dat zit in het hoofdstuk Vita Socialis... Dus het samenleven. Sociale, het samenleven inderdaad. Wat voor bladzijde? 138. 138, ja. En ik zou zeggen, dit gaat dus over Augustinus. En dan schrijft ze weten. En ik moet even waarschuwen, er zit zoals van meer in deze tekst behoorlijk wat Latijn tussendoor. Maar gelukkig is... Zal ik daar even iets van zeggen? Ja. Want dat is misschien wel handig. Hè? Want dit is wel een van de ingewikkeldste vertalingen die ik ooit gedaan heb. Dirk heeft me zo'n beetje als zijn Augustinus boeken. Dus ik zat op een gegeven moment met enorme stapels Augustinus. Omdat ik dat Latijn niet zodanig beheers dat ik dat zelf zou kunnen doen. Maar hoe dat nou moet, want in het proefschrift, in tegenstelling tot inderdaad die Engelsen, waar dat allemaal gewoon in het Engels vertaald is, dat is al een enorme stap natuurlijk, maar in dat proefschrift loopt dat Duits en Latijn gewoon door elkaar heen en wordt dat niet vertaald. Hè? Dus daar gingen ze vanuit dat iedereen dat gewoon maar kan lezen. De tijden zijn veranderd, dat is nu niet meer zo. Dus dat was de vraag van hoe ga ik dat nou in godsnaam doen? Ja. Dit is uiteindelijk denk ik een vrij goede oplossing. Want daarom zeg ik het even, omdat je gaat voorlezen en dan zie je hoe ik dat gedaan heb. Dat je kleine
Latijnse woorden binnen de tekst zelf die heb. Vast, die hou ik vast. Langere Latijnse citaten zijn onderaan vertaald. Dus dat kom je dan tegen. Ja. Je hebt ook in nood van de vertaler heb je dat ook. Heb ik dat ook even aangegeven? Toegelicht. Ja, zeker. Goed. Dus Marlie, opnieuw. Ja. Weten wat voor gevoelens de ander RGC jegens jou. Weten wat voor gevoelens de ander jegens jou koestert, is echter slechts relevant waar je op elkaar bent aangewezen. In de gelijkheid van alle mensen voor God, die in de naaste liefde, de dilectio proximi. In de gelijkheid van alle mensen voor God, die in de dilectio proximi, de naaste liefde, thematisch is gemaakt. Doet deze voluntas erga C, die niet vertaald is overigens, de wil jegens zichzelf, het willen van zich jegens zichzelf. Doet deze voluntas erga C, die vriendschappelijk of vijandig kan zijn, er even weinig toe als de concrete ontmoeting met de ander als vriend of vijand in de wereld ertoe doet. Elke vraag naar de ander vraagt hier juist niet naar zijn betekenis in de wereld, maar naar zijn zijn voor God. Maar in dit zijn voor God zijn alle mensen equalis, even zondig. Ik moest vroeger in de les zeggen, aequalis. Aequalis. Ja. Ja, dat is zo'n stukje. Dan hoor je een beetje hoe dat klinkt, hè? Ja, dus hier raken we al natuurlijk al meteen aan dat thema. Hè? Dus in de gelijkheid van alle mensen voor God, die in de naastliefde thematisch is gemaakt, doet deze wil ten aanzien van die ander, die vriendschappelijk of vijandig kan zijn, er even weinig toe. Ja, ik heb wel een vraag aan jou, Mark. Kijk, ze gebruikt dat, naar Augustinus, het woord dilectio, wat een soort verstandelijke liefde is. Dat is een heel ander begrip dan de amor. En nog helemaal anders dan de eros. Ja. En dat onderscheid maakt voor mij ook duidelijk dat die naaste liefde dus zeg maar via het hoofd gaat. En niet via het lichaam. Niet via de directe aanwezigheid van de ander. Dus fenomenologisch gezien ervaar je die ander niet onmiddellijk. Maar gaat het via het denken of wat dan ook. Dus net als bij Kant, hè? Die achting is noëtisch. Ja. En niet via de neiging. Ja, dus dat komt in de reflectie. Dus dit hele liefdesbegrip via de naaste liefde, via die caritas, komt pas in de reflectie. Ook via die memoria komt dat überhaupt pas op. Ja, maar dan hou je toch niet echt van een ander? Nou ja. Ja, dus in een bepaalde zin. In een verheven zin. Maar dat zijn ook die. Ik heb dat ergens in die noot gezet. Hè. Dat is natuurlijk het mooie van dat Latijn blijft staan. Je ziet, jij kent dat natuurlijk ook. Je kan spengelen kan je gewoon in het Duits, in het Nederlands prima doen. Dat hoef je niet. Maar je weet het ook van je Aristoteles. Van dat ook continu dat Grieks gebruiken. Je moet dat Grieks blijven gebruiken. Ja. En hier is het mooi dat Latijn blijft begrijpen. Want dat wordt dan opeens amor, dilectio en nog een paar begrippen, caritas. Allemaal liefde, ja. Hebben we eigenlijk geen goede begrippen voor. Ja. Is het ook een vertaling van de agape? Of is het weer een invulling van agape? Dilectio proximi. Ik heb bij de agape altijd veel warmer gevoelens dan bij de dilectio proximi. Die dilectio proximi. Even kijken, ik heb dat geloof ik. Agape, ja, dat is. Nee, dus eigenlijk. Ja, dilectio. Ik heb het hier staan. Om het liefdesbegrip zelf als voorbeeld te geven. Als Augustinus de begrippen amor, caritas en dilectio als vertaling van de Griekse termen eros, storge en agape gebruikt. Ja. Storge. Dus agape is inderdaad dilectio. Storge, caritas en amor is eros. Ja, maar in het woord dilectio zit het woord lex, of niet? Ja, dat weet ik. Dit kan ik jou niet. Mijn Latijn laat hier te wensen over. Ik vind het ook een beetje een gek woord, dilectio, moest ik zeggen. Maar daar moeten we uitzoeken voordat we gaan. Ik heb hem ook niet paraakt.
Mark, voor jou als laatste, welk stukje tekst wil je ons nog meegeven? Ja, het is een enigszins willekeurig. Ik heb moeite gevonden om echt een... Het is geen makkelijke tekst, dat hoor je ook. Maar ik lees een klein stukje die je aansluit op waar we het over gehad hebben. Die zelfverloochening als voorwaarde voor die naaste liefde. Waar zit die, Mark? Bladzij 125. Regel 5 begin ik dan. De zelfverloochenende liefde verloochent dus de ander evenzeer als zichzelf, maar ze vergeet hem niet. Aan het verloochenen beantwoordt het volo ut sis, het ik wil dat jij bent. En het rapere ad deum, het meesleuren naar God. Zij verloochent hem om door te stoten tot zijn eigenlijke zijn, zoals hij op zoek naar zichzelf verloochende. Daarbij moet het volgende in aanmerking worden genomen. De zelfverloochening impliceert de adequate ervaring van de eigen oorsprong. Zij komt voort uit het besef dat de eigen existentie van oorsprong af betekenisvol en van zin beladen is. Het verloochenen van de ander is echter niet het eind van het proces, maar van het terugvragen, maar het begin. Het verloochenen wil een aansporing zijn tot zelfverloochening, of beter gezegd, in het verloochenen, dat een besef van het zijn van de ander inhoudt, wordt op dit zijn als iets wat hem oorspronkelijk toebehoort gewezen. De dilectio proximi, de naaste liefde, is dus de concrete verwerkelijking van de reflexieve betrokkenheid die boven de wereld uitreikt. En daarmee stoot zij de ander tegelijkertijd uit de wereld waarin hij de zin van zijn bestaan ziet. Overeenkomstig de zin van zijn is eeuwig zijn, heeft ze de ander niet lief als moriturus, als sterveling, maar dat in hem wat eeuwig is, zijn oereigen van waaruit. Je ziet ook dat van waaruit, ja, dat Heideggeriaanse van waaruit. Maar het valt inderdaad precies die beweging ook samen. Ja. En ook waar we het over gehad hebben. Ja. Dus, ja. dus je ziet de ander eigenlijk in dat licht van de eeuwigheid. Je trekt hem naar die eeuwigheid. En verloochent hem. En tot jouw ergernis. Goed. allemaal bedankt. En ja... Nogmaals, wanneer je geïntrigeerd bent door deze thematiek, de verschillende vormen van liefde, bij Augustinus van Hannah Arendt. Prachtige tekst. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.